namelijk op, ja, sta ik namelijk op de Flevopolder. En ja, zoals jullie zien, kun je niet heel goed zien, maar dit is de Markerwaarddijk. Hier heb je sluizen. Dat is de Markerwaarddijk. En naar die kant heb je het IJsselmeer. En dat is net de andere kant. Dat is het Markermeer. En de Markerwadden, die is niet zo heel goed te zien. Dat is een heel stuk verder. De Markerwadden zijn echt een stuk verder. Helemaal daar. Maar dit is eigenlijk wel, dit is volgens mij al Markermeer. Het IJsselmeer is helemaal daar. Een heel stuk verder. Ja, we staan dus eigenlijk gewoon op land. Wat vroeger dus gewoon water was in 1900. En ja, dit is namelijk de eerste video. Dan gaan we alles even een beetje over Flevoland. Wat Flevoland natuurlijk is. En hoe het gemaakt werd. Dit is deel 1. En deel 2 gaan we het hebben over de Asserdijk. Die komt denk een uur later komt die op mijn YouTube kanaal te staan. Deel 2. Deel 3 gaan we het hebben over het eiland Marken. En deel 4 gaan we weer naar de Flevopolder. De Flevopolder is dan daar, want dit is meer het begin, hè? Ja, dus hierna komen er nog 3 video's over het Zuiderzeegebied. Nou, jullie kunnen het niet heel goed zien, hè? Waar we nou precies staan, maar ik zal je het even uitleggen. Even de kaart pakken van Nederland. Is hier. Dan gaan we het even kijken waar we nu op die plek staan. Oh. Ik ga het even op de grond neerleggen. En zoals jullie zien staan we nu. Kijk, hier heb je het Markermeer en het IJsselmeer. Dan staan we nu hier, daar, waar Lelystad staat. Daar staan we nu. Daar is de parkeerplaats, daar hebben we de spuissluizen. Daar hebben we zeg maar de parkeerplaats. Daar staan wij dus nu, dus we staan nu op deze plek. En dan gaan we ook naar de Asserdijk, dat is namelijk deze. Die lange dijk, de langste dijk van Europa, van 32 kilometer. Het eiland Marken, dat is dit. Dus dit, het eiland Marken. En daarna gaan we naar dit gebied van Flevoland. En daar zullen jullie echt extreme vlaktes zien. Dus ja, we staan nu hier dus. Op deze plek staan we dus. Daar staan we. Nou, ik vond het een hele leuke video. En ja, tot de volgende deel 2 over de Afsluitdijk. Doei, doei!